Bij Galerie Talentlo werd een overzichtstentoonstelling vanwege het 40-jarig jubileum van kunstenaar Bart ten Bruggekater geopend. Deze expositie is elk weekend te bekijken tot en met 1 november. Ik ben heel vereerd en blij dat ik hier vandaag mag staan. Voor de opening van een tentoonstelling, een overzichtstentoonstelling, 40 jaar Bart ten Bruggekater. En ik wil u dan ook van harte welkom heten op deze expositie ter ere van Bart. Ik wil hier ook de mede-exposanten, de beeldhouwers Josephine Wortelboer en Bert Nijhuis, van harte dank zeggen. U zult zometeen, als we de opening hebben verricht, ook van hen werken boven kunnen zien. Bart ten Bruggekater, tellig van een respectabele familie uit Haaksbergen, zag ook het licht, dat mooie schilderslicht. En hij zag het ook in de Provence. Bart's ogen werden geopend door een man die uit het noorden kwam, de Zweedse schilder Edlef. En die vond weer inspiratie in het zuiden. Maar voordat we Bart's geheim uit de doeken doen, een geheim waarvan 40 jaar creativiteit en schoonheid hier bij Twan, Tony en Annelies de Lintelo van de doeken spat, wil ik eerst terug naar ons eigen mooie oosten. Want Bart is misschien geen echte plattelandsjongen, daaraan die chique van Heidenstraat. Hij is wel een jongen van de provincie, hij is van ons. Bart ten Bruggekater is van 1954, een generatiegenoot van die andere Haaksbergse kunstenaar, Jan te Wierik. Bij het Hiebendaal, ja, Siberië en Buurse, dat er allemaal wel eens gelopen, maakt hij zijn eerste olieverf. En dan volgen er nog twee olieverven in Zuid-Frankrijk. Ik denk bij Margot Herman Derkman al op dat moment, dat weet ik eigenlijk niet, nog niet. In ieder geval later zit je daar heel veel in Breda en nu ook in een nieuw huis. Bart schildert ook zijn eerste zonnebloemen. En daarna schildert hij weer het Haagsbergse veen. Alles nog zonder handtekening. Want de vraag blijft knagen. Heb ik wel voldoende talent? Want Bart is van ons allemaal. Hij is een zoon van Haaksbergen en daarmee dus ook een zoon van ons allemaal. Hij is een huisvriend van nagenoeg iedereen hier. En hij is in ieder geval bij iedereen aanwezig via zijn schilderijen. Ik denk dat ik namens iedereen spreek als ik zeg, het is een eer dat ik je als mijn huisvriend mag beschouwen. Dankjewel. APPLAUS.